Nou, het is eigenlijk wel een hele bijzondere gebeurtenis, want door dat ene lintje is alle aandacht voor die ene persoon die geridderd wordt, in dit geval mevrouw Vink. Nel Vink ontving dit jaar als enige inwoner van Zoeterwoude een lintje. Burgemeester Fred van Tricht legt uit waarom hij de feestelijkheden over 2 dagen verspreidde. Dit jaar mocht je er een hele week over doen. En dus wij hadden het eigenlijk gepland voor vandaag. Maar toen werd bekend dat de namen landelijk al eerder bekendgemaakt werden. Dus afgelopen maandag heb ik haar verrast. Dat was ook echt een verrassing voor haar. En we hebben afgesproken dat we dan vandaag de overhandiging zouden doen. En dat hebben we in de raadzaal gedaan met een klein gezelschap. Een klein gedeelte familie erbij. En wat ik zeg, alle aandacht voor mevrouw Vink. En die verdiende ze ook. Want als je de lijst ziet van activiteiten die zij vrijwillig heeft uitgevoerd de afgelopen 25, 30, 40 jaar, die is echt enorm. Kunt u wat hoogtepunten noemen? Nou ja, ze maakt deel uit van het legendarische duo Nel en Nel, die bij SJZ heel veel hebben gedaan op de vrijdagavond voor de trimmers en voor de klaverjassers. Ik moet even goed herinneren. Ze heeft mantelzorg, iets heel anders, maar mantelzorger is ze geweest voor haar buurvrouw heel lang. En daarnaast heeft ze ook het voor dameschilden en voor de zonnebloem. Nou ja, dat is echt enorm, zo'n lijst.